Daily Minutes nummer 1450 met een uitzending voor vandaag 25 oktober 2018. Waarom staat hier nou 24? Dit is het bulletin van donderdag, want er staat wel donderdag. De condities op de Korte Golf gisteravond bij de uitzending van Slow Scan Radio waren erg slecht voor Nederland. Het signaal was hier zo goed als niet hoorbaar. Ik heb de uitzending nog enigszins redelijk kunnen volgen via een web-SDR in Polen. Rapporten uit Engeland echter waren meer dan uitstekend. Het signaal was daar sterk en stabiel. Vanavond in de uitzending een deel uit de serie over zelfbouw en het laatste deel over de eilandjes Grote en Kleine Diomede. Op het eind van de uitzending is er nog een extraatje. Dit is deel 23 van de serie over zelfbouw. Bij de veiligheid in de Shack hebben we het in deel 22 gehad over bliksem. In een van de delen daarvoor ging het over statische ontladingen die je bij het bouwen zelf kunt hebben. Antennes kunnen, met name bij bepaalde weertypen, ook aanzienlijke statische ladingen opbouwen. Er bestaan antennes zoals een gesloten dipool die vanzelf al een kortsluiting voor gelijkstroom vormen. Bij antennes als een open dipool of een ground plane is de straling echter geïsoleerd ten opzichte van de buitenmantel. Op zo'n antenne kan zich een aanzienlijke spanning opbouwen. Dat kan overigens alleen als de antennekabel ook aan de benedenzijde open is voor gelijkstroom. Een bijzonder verschijnsel van statische elektriciteit is het Sint-Elmsvuur of Sint-Elmusvuur. Dat Sint-Elmsvuur is een lichtverschijnsel dat optreedt wanneer grote ladingsverschillen worden opgebouwd voordat de ontlading komt. Het kan op zo'n moment gebeuren dat voorwerpen bij de grond zodanig sterk geladen worden dat er daardoor positief geladen vonken uit weglekken. Dit kan bij uitstekende voorwerpen gebeuren zoals bijvoorbeeld antennes of scheepsmasten en met name ook bij vliegtuigen komt dit verschijnsel veel voor. Het Sint-Elmsvuur dat dan ontstaat heeft een groen of blauw-witachtige kleur. Sint-Elmsvuur is vaak het teken dat de bliksem ieder moment kan inslaan. Soms verschijnt Sint-Elmsvuur op toppen en bergkammen, wat in zo'n geval wijst op naderend onweer. Bij daglicht is Sint-Elmsvuur natuurlijk moeilijker waar te nemen, maar het sissend geluid ervan en de vreemde gewaarwording van iets als geëlektrificeerd hoofdhaar kan een voorbode zijn van een ontlading, zelfs bij een blauwe hemel. Sint-Elmsvuur mag overigens niet verward worden met een bolbliksem, hoewel de twee fenomenen wel verwant zijn. Benjamin Franklin was de eerste die het vreemde licht herkende als een elektrisch fenomeen. Ter voorkoming ervan dat statische ontladingen schade veroorzaken, kun je eventueel dezelfde maatregelen overwegen als bijvoorbeeld bij de lightning arresters voor onweer. Je kunt de kabels loshalen lang voordat de bui er is en dat is ook een goed idee. Als de statische elektriciteit al heel sterk is of bij het hiervoor beschreven Sint-Elmsvuur, is het misschien beter om bij de antenneaansluiting vandaan te blijven omdat het risico bestaat dat een inslag dan al heel snel plaatsvindt. Om te voorkomen dat de statische lading op kan bouwen, zou je bij een groundplane een weerstand van 1 megaohm over de antenneaansluitingen kunnen aanbrengen. Je ziet ook wel dat hiervoor smoorspoelen worden gebruikt. Bij gebruik zonder voorziening is het extra risico ten opzichte van geen maatregelen voor wat betreft schade wel minder groot dan wanneer er een bliksemontlading plaatsvindt. Je weet echter nooit zeker of er niet heel snel ook een blikseminslag zal plaatsvinden. Ik heb in dat kader van de beveiliging tegen blikseminslag en statische ontlading wel een aardig verhaal uit mijn eigen geschiedenis als radioamateur. Toen ik in de jaren 70 net mijn antennes had staan met keurig een antennevergunning van de woningbouwvereniging, toen kwam die woningbouwvereniging er dus achter dat er ook een bliksemafleider nodig was volgens de regelgeving. Ik bood vervolgens aan om die zelf aan te leggen, maar toen ze erover vergaderd hadden bleek dat ze wilden dat dat door een erkende installateur zou gebeuren. Helemaal niet onverstandig overigens, en omdat ze een bepaalde installateur op het oog hadden, zouden ze ook de rekening betalen. Keurig geregeld dus. Vervolgens moest na deze aanleg mijn antenne voor de tweede maal door de opzichter van de corporatie worden goedgekeurd. Deze man kwam na de keuring bij mij aan de deur en sprak vervolgens de volgende woorden. Ik ga de woningbouwvereniging adviseren om uw antennevergunning weer in te trekken. Verbaasd vroeg ik naar het waarom hiervan. Nou, sprak de man, wij werken nou eenmaal niet mee aan nutteloze constructies. Dat moest hij uitleggen en hij vervolgde. Door de recente aanleg van de bliksemafleider is uw antenneinstallatie aan aarde gelegd, zoals dat ook verplicht is. Op de LTS heb ik echter geleerd dat in zo'n geval alle stroom naar aarde wegloopt. Dat is bij uw antenne ook het geval en ik stel vast dat u daarom sinds de verplichte aanleg van de bliksemafleider uw antenne niet meer kunt gebruiken. Aangezien de bliksemafleider een verplichting is, wordt uw antenne daarmee een volkomen nutteloze constructie. U krijgt 3 weken de tijd om de installatie weer te verwijderen. Dus ik zeg tegen die man, denkt u nou echt dat ik bij een antenne van een paar duizend gulden niet zou protesteren als die door een verplichting van de woningbouwvereniging onbruikbaar zou worden? Enfin, ik nam de man mee naar de Shack en toen de geluid uit mijn HF-ontvanger kwam, was hij al snel van zijn ongelijk overtuigd.
Kleine Diomede en Grote Diomede, deel 3. Schrijver en lange afstandszwemmer Lynn Cox zwom in 1987 de 3,7 kilometer van Kleine Diomede naar Grote Diomede bij een watertemperatuur van slechts 4 graden boven nul in 25 minuten. Dit leverde hem in een tijd van glasnost en perestroika de felicitaties op van zowel toenmalig president Ronald Reagan als van Mikhail Gorbachev. Cox hielp hiermee de gespannen situatie over de grens tussen de eilanden te versoepelen. Sinds 1990 is er op beperkte schaal sprake van enig toerisme per boot en door de lucht. Rusland beschouwt echter de gehele regio, zowel water, vasteland als eilanden, binnen de eigen landsgrenzen als militair gebied. En het toerisme wordt als gevolg daarvan ernstig gehinderd door de ingewikkelde aanvragen voor de nu benodigde visa. De eilanden zijn daarnaast ook vanwege het uiterst onbetrouwbare weer zeer moeilijk te bereiken. Er wordt overigens al jaren nagedacht en gefantaseerd over een vaste oeververbinding door de Beringstraat. Deze plannen gaan doorgaans uit van ofwel twee bruggen ofwel twee tunnels die dan zowel Rusland als Alaska via de Diomedes-eilanden met elkaar verbinden. Overigens grenzen de VS en Rusland nog op een andere plek redelijk dicht aan elkaar. Dat is bij de keten van de Aleute-eilanden, waarvan er duizenden tot vlakbij Rusland onderdeel zijn van de Verenigde Staten. Alleen de twee dichtst bij Rusland gelegen eilanden, tevens de twee grootste Aleuten, die behoren tot het Russische grondgebied. De volgende tekst heb ik al eens eerder in de uitzending gehad. Ik vermoed dat het in de wekelijkse uitzending geweest is, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het zou kunnen dat het in de Daily Minutes al een keer aan de orde geweest is. Het gaat over het zinloze spoorwegviaduct. Ik houd erg van absurde verhalen en helemaal als ze waar zijn. Het volgende lijkt regelrecht uit een tv-serie van Wim T. Schippers te komen, alleen is het verhaal dus zeer aantoonbaar authentiek. Tussen de Utrechtse plaatsen Zeist en De Bilt liep lange tijd een lokale spoorlijn. Ooit reed het treintje over de 7 kilometer rails van Zeist naar het huidige station van Bilthoven. Zoals zoveel spoorlijnen werd de lijn alweer een aantal jaren geleden opgeheven en de rails werden in 1972 ook overal weggehaald. Station Zeist werd in 1976 gesloopt. Toen in 1985, dus een aantal jaren daarna, de A28 werd aangelegd, dat is die vermalendijde snelweg die ondanks enorme protesten toch door het bos Amelisweert ging. Afijn, toen die snelweg dus werd aangelegd, waren de ontwerpers van het bouwbestek voor de weg er niet van op de hoogte dat het spoor er dus al jaren niet meer lag. Kennelijk waren ze te veel bezig geweest met de protesteerders tegen de weg midden door het bos. Je zou eigenlijk bij zoiets zeggen, geen spoorlijn die hier de snelweg kruist, dus ook geen viaduct. Doorstrepen dus die onzin. Maar dat gebeurde niet. Het viaduct kostte enkele miljoenen, werd gewoon afgebouwd en daarna meteen met een hek afgesloten. En die situatie die bestaat dus nu nog steeds. Schitterend zoiets en triest tegelijk ook. En een zaak voor een van de vermakelijke televisieprogramma's die zich specialiseren in dit soort overheidsflaters, zou je zeggen. Dat zou het zijn als dit het hele verhaal was. Geïntrigeerd als ik soms ben door dit soort kwesties, ben ik een paar jaar geleden nog eens wat verder op deze zaken gedoken en zo ben ik erachter gekomen dat er wat aanvullende achtergronden zijn. De verdiepte aanleg van de A28 die kruiste namelijk een kerosineleiding die de vliegbasis Soesterberg verbond met een verborgen opslag van vliegtuigbrandstof die waarschijnlijk om ze voor bombardementen op de vliegbasis te behoeden op afstand van het militaire vliegveld lag. Om de ligging van de leiding niet prijs te geven, werd besloten om deze te verbergen in een nieuw te bouwen spoorwegviaduct, terwijl op dat moment de betreffende spoorlijn al 13 jaar niet meer bestond. Dit is te lezen in onder andere het boek Geheim Landschap, 200 jaar militairen op de heuvelrug van Kees Volkers uit 2009. Bij de aanleg van de weg werd als reden voor de bouw van het viaduct bekendgemaakt dat er plannen waren om de spoorweg te heropenen. Ik heb laatst een dipmeter gekocht. Wat is dat, een dipmeter? Dat weet ik ook niet, maar er zei iemand op de repeater dat die apparaten heel erg handig waren en dat je er vroeger zelfs niet zonder kon. Een dipmeter. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, als het nou een dipsausmeter geweest zou zijn, dan had ik het wel geweten. Het gaat er natuurlijk niet alleen om wat die meter is, maar ook wat je ermee kunt doen. Ik weet wel wat een meter is, maar wat is nou een dip? Ik bedoel, elektronisch gesproken dan. Ik weet het trouwens al. Het is om te testen of je dipswitchers goed staan. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.